De afgelopen 4 jaar hadden de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 het voor het zeggen in de stad. En nu zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En kunt u opnieuw naar de stembus om te laten weten of u blij was met dit stadsbestuur. De afgelopen 2 weken heb ik alle lijsttrekkers van de 12 politieke partijen in Leiden ontvangen om terug te blikken op de afgelopen 4 jaar gemeentepolitiek. Wat waren de successen? Wat is er beloofd 4 jaar geleden? En zijn die beloftes waargemaakt? En dat allemaal met als doel, zodat jij een goede stem kunt uitbrengen vanaf morgen, want dan gaan de stembussen open. En ik sluit vanavond terrein met de grootste partij van Leiden, dat is D66. Aan tafel is gaan zitten lijsttrekker Fleur Spijker, welkom. 3 jaar geleden moest u een verlies van 3 zetels slikken, maar desondanks bleef u de grootste partij van Leiden. Ja, we kwamen van 12. Ja, dus. Ik kwam van 12 en u ging naar 9, dus u moest een verlies slikken. U vormde samen met GroenLinks een coalitie, want die verdubbelde in zetels. Over dat coalitieakkoord wil ik het natuurlijk met u hebben en over andere dingen. U bent wethouder geweest ook de afgelopen 4 jaar. Ben ik nog steeds. Ja, u bent het nog steeds, maar wie weet waar het naartoe gaat. Ja. Fijn dat u er bent in ieder geval. Vindt u het spannend om terug te blikken op de afgelopen 4 jaar? Nee, ik vind het juist wel heel leuk, omdat ik ook wel zie dat we heel veel hebben gedaan. En het is een periode geweest die ook natuurlijk, als we kijken naar het begin toen we starten, ook wel heeft gekend een omstandigheid die we toen niet konden voorzien, corona. Dus ik blik graag met jou terug van hoe we, laten we zeggen, deze periode hebben vormgegeven en hoe wij om zijn gegaan met het stadsbestuur. Ja. Wat is voor u het belangrijkste succes? Waar bent u meest trots op van afgelopen 4 jaar? Nou, ik denk dat het meest trots zijn wij toch op dat we ook echt hebben geleverd. Dus als je kijkt naar alle bouwprojecten. Ben ik natuurlijk zelf ook als wethouder verantwoordelijk voor. Maar ook naar de sportaccommodaties. Er worden 3 mooie sportaccommodaties gebouwd. Gepaard met 60 miljoen. Dus er worden echt wel zaken neergezet. De vergroeningsslag die we maken in onze stad. En de verduurzaming. We zijn natuurlijk bezig met allerlei mobiliteitsprojecten. Dus ik denk dat we echt kunnen terugkijken op een periode waar er heel veel is gebeurd. Zaken die we echt op hebben gepakt in de uitvoering. Ja, u krijgt ook kritiek en daar wil ik het straks met u hebben dat het heel veel gekost heeft. Maar goed, laten we eerst het succes vieren. Bij het terugkijken hoort ook kijken waar het niet is goed gegaan, vind ik. Waar vindt u dat het beter had gekund de afgelopen 4 jaar? Laat ik vooropstellen dat ik echt wel blij ben hoe we allerlei zaken natuurlijk hebben kunnen oppakken de afgelopen jaren. We hebben sowieso, als we kijken naar de gemeentefinanciën, hebben we natuurlijk ook met minder geld moeten doen dan de jaren daarvoor. Hè. Dus we hebben echt, denk ik, ook maximaal het geld wat we hebben ingezet. Ja, want daar hebben we ook de verduurzaming voor kunnen inzetten. En we hebben het natuurlijk ook in projecten gestopt. Ik denk dat het ook anders is, omdat we een meerderheid hadden in de coalitie die iets smallere basis kende dan de jaren daarvoor. Dus dat maakte ook tegelijkertijd met corona dat je een periode hebt waar je echt wel goed met elkaar moet kijken hoe je dingen doet. Mm-hmm. En volgens mij zijn we daar aardig goed in geslaagd. Als je op de man afvraagt van waar zouden zaken achteraf gezien misschien wel beter gekund hebben, dan denk ik, juist door corona hebben we gezorgd dat we de balans goed in de stad hebben kunnen houden. Ik ben best trots op ons stadje, dat we dat toch met elkaar niet te veel uit de hand hebben laten lopen, zoals in andere steden. Als ik hoor, dan is er niks dat beter had gekund. Nou, ik denk, wat ik zelf heel erg heb gemist, dat is, en daar hebben we wel ontzettend ons best gedaan, maar dus toch, laat maar zeggen, dat contact met de stad. Dus we hebben, als ik kijk, ook in projecten die we hebben opgepakt, hebben we getracht via allerlei kanalen zoals doemee.nl, de digitale chatsessies, hebben getracht natuurlijk om zoveel mogelijk ook informatie te delen en op te halen. Maar ik zie ook wel in dat vaak mensen echt nodig hebben om je fysiek te zien, om soms eens even een schouder op de arm te houden. En dat is wel iets wat juist in deze tijd, ik vond dat wel zelf ook persoonlijk als wethouder soms ook wel moeilijk. Ja.
Laten we misschien teruggaan na zo'n moment waar ja, de participatie daar was u van het bouwen, was u als wethouder ook en voor D66 was dat ook belangrijk. Op 11 september 2018 toen kwam u bij elkaar voor het project LEAD. Het was eigenlijk voor het eerst dat u daar kennis van nam, van die plannen. In de kooi in het gebouw werden de hoge woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan gepresenteerd. En daar wilde ik een kort stukje van laten zien van die avond. Ja, toen ik in aanraking kwam met die plan, dacht ik, goh, dat ziet er wel echt goed uit. Tegelijkertijd dacht ik, goh, dat is ook best spannend voor Leiden. Maar vooral, en dat werd natuurlijk ook wel in het filmpje getoond, de 7 beloftes die ook in dit filmpje zitten. Dus qua mix van woningen, duurzaamheid, voorzieningen, het park wat wordt aangelegd, de mobiliteitsopgave. Ja, dacht ik, dat sluit eigenlijk naadloos aan op ons beleidsakkoord. En Red Company die hierachter zit, ja, het is ook echt een enthousiaste groep. En ook daar heb ik eigenlijk volledig vertrouwen in. Ja. Nou, dat is het in de kern, hè? Ja, dat is het in de kern. Ja. Dat heb ik al voor u samengevat. Hoeft geen toelichting meer. Nee. Het is letterlijk het hoogtepunt natuurlijk van uw carrière als wethouder van de afgelopen 4 jaar. Eén van de hoogtepunten, hè? Ja, maar het hoogste punt in Leiden, ja, in ieder geval. Klopt, ja. Want inmiddels is het duidelijk dat hij ook dit project doorgaat. Of althans, de gemeenteraad heeft voorgestemd. Wanneer hoorde u ervan dat dit project naar de stad zou komen? Wanneer hoorde ik dat? Nou ja, in ieder geval nadat ik wethouder natuurlijk was geworden toen in 2018 ergens hoorde ik van dit project. Uh-huh. En het project zoals dat toen aan mij werd voorgesteld, in ieder geval de contouren daarvan, paste zoals ik dat daar ook aangaf wel naadloos in wat we willen. Want we willen 8500 woningen, dat uh-huh. is ook de startpositie in 2018 geweest. 2700 studenteneenheden. Uh-huh, uh-huh. En dan is de vraag, hoe ga je dat met elkaar uh-huh. doen? Ja, en we hebben natuurlijk schaarste. We uh-huh. hebben schaarse ruimte. En als je dat dus goed wil doen, dan betekent dat je op bepaalde punten ook de hoogte in moet. Ja, en dit sluit daarop aan. Inderdaad, past naadloos in het beleidsakkoord. Daar stond niet dat u hoger dan 70 meter wilde bouwen, wat op dat moment de hoogst mogelijke bouwhoogte in Leiden was. Dat klopt. De hoogte is ook een resultante van wat je daar nu wil neerzetten. Hè. Het zijn 560 woningen met voor diverse doelgroepen. Je wil daaromheen ook vergroening aanbrengen. Mm-hmm. Je wil bepaalde faciliteiten in het gebouw. Je wil natuurlijk een garage hebben. En dat maakt dan dat op een gegeven moment, als je met zo'n project aan de slag gaat als stad, dat daar dan die hoogte uitkomt. En, Maar hoezo sloot het dan toch naadloos aan op de beleidsakkoord? Want eigenlijk alle kritiek die er op dit project is geweest, ik heb niemand gehoord die zei, we willen niet die extra woningen in de stad. Ik heb eigenlijk niemand gehoord die zei, er mogen daar geen 580 woningen komen. Ik heb vooral mensen gehoord die zeiden, kan het niet op een andere manier, dat gebouw? Kan het niet binnen de bestaande visies? Had u niet kunnen wachten totdat er een nieuwe hoogbouwvisie was, waar dit wel in toegestaan was? Het lijkt er wel op alsof er iets zomaar naar binnen is gefietst, waar de hele coalitie zich naar de hand nog eens achtergeschaard heeft. Nou, we hebben altijd gezegd als uitgangspunt, we hebben die aantallen woningen. We hebben ook bepaalde projecten al in de stad. Hè. Ik heb dat ook inzichtelijk gemaakt, ook zo'n beetje eind 2018 met de verstedelijkingsnotitie waar we willen bouwen. Wat we hebben afgesproken in het beleidsakkoord is dat we in ieder geval met bouwplannen Die bijvoorbeeld in initiatieffase zitten, hè, en bouwplannen die daar liggen, dat we die in ieder geval door laten lopen. Want we hebben een enorme wooncrisis, hè, we hebben een enorme woningnood. Dus we kunnen niet even wachten totdat we alle beleid hebben aangepast, wat vaak een jaar of 2 jaar duurt, en dan nog eens bouwprojecten aanpakken. Dus dit project kwam op ons pad, voldeed qua, laat maar zeggen, kwaliteiten. Ja. Dus groen, aantallen woningen, type woningen, ook echt aan het beleidsakkoord. En toen hebben we gezegd, dat gaan we dus in procedure brengen. En het bouwplan is ook wel degelijk in het begin aangepast. Hè? Dus mm-hmm. er is ergens een hap uitgenomen. Er is iets geschoven met het bouwplan. Ja. Maar waarom kon dit het project niet wachten totdat u voor echt integraal iets had afgesproken, waarvan u met de hele raad had gezegd, ja, dit willen we op die plekken in de stad, dit past bij de stad. Waarom moest dit project nou apart behandeld worden?
Nou, het is niet zozeer dat dit project apart is behandeld, maar wel vanuit de uitgangssituatie dat je zegt, nou, projecten hè, die lopende zijn en die op je pad komen, die pak je op, want de woningnood is ontzettend hoog. Ik zou je ook vertellen dat ik juist ook in die periode gaf ik weekendklas en ik hoorde een jongetje aangeven richting mij. Ze mochten allemaal vragen aan mij stellen als wethouder van wanneer gebeurt er eens wat op de Willem de Zwijgerlaan, want ik ligt elke nacht wakker dat die flats neerstorten. Mm-hmm. Omdat ze zo slecht eraan toe zijn. Ja, dus dat zijn de andere flats die er nu en dat zijn wel, dat is vaak ook een groot deel van Leidenaren die je niet hoort. En daar bouwen we natuurlijk ook uiteindelijk voor. Ja. En dat is ook wel mijn drive en ook een drive van dit college. Om uiteindelijk het zo goed mogelijk te doen en ook in afstemming. En daar is echt wel uitdrukkelijk... zeg ik dat hier nog eens heel goed geparticipeerd. Mm-hmm. Alleen ja, er zijn ook mensen die er gewoon niet tevreden mee zijn. En dat begrijp ik ook heel goed, want het is ook best een heel groot gebouw. Maar waarom heeft u dan in uw verkiezingsprogramma 4 jaar geleden niet geschreven dat u tot 120 meter zou willen bouwen in Leiden? Het is sowieso de vraag hè, tot hoe hoog je wil bouwen. We hebben dat nu inderdaad gewoon heel goed vastgelegd. Maar dat stond in die tijd gewoon nog open. Het was een vrij oude hoogbouwvisie. Dus ja, we hebben gezegd... Voor mensen die op u gestemd hebben. Die hebben nu het idee, ja, ik heb op D66 gestemd. Die zeggen, we willen veel woningen bijbouwen in de stad. We willen hoogbouwen. Maar die hebben daar ook op dat moment hadden niet kunnen weten dat u dit project, dat u dat in de afgelopen 4 jaar door de gemeenteraad zou laten goedkeuren met D66 voorop. Ja, maar ik heb ook heel veel positieve berichten ontvangen juist over Lied. Er zijn ook mensen die daar niet Dat klopt. En daardoor heeft de raad heeft uiteindelijk gezegd, voor dit project... doen we deze hoogte en we hebben uiteindelijk de integrale visie ook recent vast. Dus eigenlijk precies zoals we voorstonden in het begin, hebben gezegd we willen bouwplannen laten doorlopen, maar we zorgen ook dat het de visies in de tussentijd worden gemaakt, worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvisie waar we juist heel diep voor die stad zijn ingegaan van hoe moeten we verder in onze stad. U zei op deze avond, waarvan ik net wat liet zien, ook de hoogte is natuurlijk relevant. Maar we kijken hier naar het toevoegen van het aantal woningen. Dat herhaalde u net ook. Ja, maar het gaat toch juist om die afweging. Het gaat er toch juist om dat we aan de ene kant veel woningen nodig hebben. Maar aan de andere kant ook een stad hebben met uitzicht. En dat werd ook voorgelegd. En daarvan wil ik u laten zien aan het Leidenpanel. En daar werd gevraagd, als u nou gemeenteraadslid was... met welk van de opties zou u instemmen? Er werden 3 foto's getoond, die past hier niet bij, dus ik heb het erbij geschreven. Meer dan de helft van de mensen die gereageerd hebben, die zei ja, ik zou instemmen met 70 meter. Afgaan op wat ik vanuit de hele stad van deze toren zou zien. Het gaat specifiek over dit project. Nog eens 21% die zou zeggen 100 meter. En maar 13% die zou zeggen ja, ik wil de hoogte zoals de gemeenteraad nu heeft ingestemd. Heeft de gemeenteraad dan, en u met D66 voorop, heeft u voldoende geluisterd naar wat er in de stad op dat moment leefde? Als dit de uitkomsten zijn van een enquête onder de hele stad, onder alle Leidenaren? Nou, we hebben zelf natuurlijk, in ieder geval goed om dit nu te zien. Hè. Wij hebben zelf natuurlijk ook enquêtes gehouden in het kader van de hoogbouwvisie die in de omgeving, of de hoogbouwparagraaf die in de omgevingsvisie zat. En daar hebben we vooral ook gekeken naar waar en welke locaties stadsbreed nog de hoogte ingegaan kan worden. En daar kwam toch wel ook een ander beeld uit. Dus ja, ik doe het nu eventjes hiermee. Dit is onderdeel van de stadsenquête die op allerlei punten gebruikt wordt. Hè, van het Leidenpanel, wat er ook over armoedebeleid gaat. Dus dit is iets waar de gemeente ook beleid op voert. En als ik dit dan zie, dan denk ik, ja, waarom hebben we dan over een paar jaar een toren van 120 meter als dit de uitkomst is? Ja, ik denk ook omdat de raad echt naar het totaalplan heeft gekeken. Hè. Dus ik weet natuurlijk niet wat er nog vooraf gegaan is aan deze vraag. Maar we hebben naar het totaalplan gekeken en daar kwam dit bouwplan uit. En met deze hoogte. En overigens, ik heb met ook heel veel mensen gezeten. Hè, en wat ik vooral merkte is... mensen vinden dat ook wel spannend, zo'n hoogte. Maar het ging ook vooral om bijvoorbeeld verkeersafwikkeling en dat soort zaken. Bijvoorbeeld toch een sterke verdichting in een bepaalde wijk. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat er heel veel mensen op een klein stuk grond komen wonen. Die ook nog willen sporten, die ook nog een auto kwijt willen, die ook nog willen fietsen. En dat allemaal op die kleine plek bij elkaar komt. Daar gaat het natuurlijk ook over, naast het uitzicht. Ja.
Nou ja, kijk, en daar hebben we ook echt wel naar gekeken en geluisterd. Tegelijkertijd moet je ook constateren, het is en blijft spannend. Maar kijk, D66 staat nou eenmaal voor, wij lopen niet weg voor keuzes. En wij maken dus ook deze keuzes, overigens met meerderheid van een grotere meerderheid in de raad. En ja, vandaar dat dit bouwplan er nu ook zo komt. Ja. Ja, we gaan het zien. Er is natuurlijk een heleboel gebouwd. U heeft ook veel plannen voor de toekomst gemaakt. U hebt nog niet op dit moment helemaal voldaan aan de behoefte die er is. Maar alle plannen die er liggen, die gaan daar ook naartoe. Dus ik denk ook wat u aan het begin zei. We gaan een heleboel bouwen. Nou, dat zal niemand ontkennen, denk ik. Daar is ook soms juist wel kritiek op. Waar vooral kritiek op kwam, is dat er zoveel schulden zijn aangegaan de afgelopen 4 jaar. U zei in het begin, we hebben een heleboel kunnen bereiken en dat heeft natuurlijk een kostenplaatje. In het coalitieakkoord stond daar eigenlijk niks over die schulden. Er stond wel, in het nieuwe college beginnen we vanuit een andere financiële situatie dan 4 jaar geleden. Er is geen groot vrij besteedbare reserve en daarom maken we scherpe keuzes waarin we investeren. En waarop we gaan investeren en waarop we gaan bijsturen. En toen dacht ik, ja, 4 jaar geleden begon u al een hele andere situatie. Wat zou u dan wel niet tegen de volgende coalitie zeggen? Uit wat voor situatie beginnen die dan met een schuld van even bijna de hoogste van Nederland? Nou, ik denk dat ik zou zeggen dat wij dit moment echt heel veel in de uitvoering ook zitten. Hè? Dus in principe hebben wij gezegd, wij schuiven geen problemen door naar de toekomst. Wij pakken ze nu aan. Dat is ook echt waar D66 voor staat. We pakken nu de problemen aan. Dus als we het hebben over klimaatadaptatie, nou, we zien allemaal vandaag de dag wat er allemaal gebeurt. En ook wat als je niet doet. Dus riolen worden aangepakt. En trouwens, de onderhoud hebben we doorgerekend tot 2030. We zijn bezig met onze wegenstructuur, zoals de Leidse Ring. We hebben natuurlijk de parkeergarages gerealiseerd. Een heleboel gedaan. We hebben het singlepark aangelegd. We zijn met de sportaccommodaties, wat ik net al in het begin zei, bezig geweest. Die staan er al binnenkort ook. Maar heeft u dan niet te veel gedaan? Nou, nee, want dit is waar de stad nu wel echt aan toe is. En je wil nu vooral ook koppelkansen creëren. En dat is ook de kans, want dan kan je het ook goedkoper doen. Als je dan toch al met een riool bezig bent, ja, pak dan bijvoorbeeld ook de energietransitie en de mobiliteit aan. En dat doen we nu in de stad. En daar heeft D66 ook visies voor neergelegd. En zeker als ik kijk naar mijn portefeuille, bijvoorbeeld met de ontwikkelperspectieven, met de omgevingsvisie, dat we echt gewoon laten zien, nou, het wordt in 2040, wordt het ook zo. Ja. Hè, dus, maar u heeft de stad mooier gemaakt. Hè? En daar zullen, kijk, bijvoorbeeld het Singelpark is een voorbeeld van, daar zullen mensen niet tegen zijn. Dat is al een plan wat langer loopt. Ja. Er komen nieuwe sportaccommodaties, maar daar zijn mensen ook niet tegen. Maar is het niet ook uw verantwoordelijkheid om de schatkist zo te beren dat over 10 jaar niet blijkt dat we eigenlijk te veel hebben gedaan, dat we het niet meer goed kunnen onderhouden, dat er extra geld nodig is voor missers die we niet hadden kunnen voorzien. Is dat niet ook uw verantwoordelijkheid? Nou, maar kijk, we hebben juist dat onderhoud doorgerekend. Dat is voor het eerst, hè. En we hebben echt een solide financiële basis op dit moment gecreëerd. We hebben weliswaar investeren we, dus dat geeft natuurlijk ook een schuldenlast. Maar we zetten daar ook tegenover de concernreserve die we goed op orde hebben. We hebben overigens ook gerekend met een vrij hoge rente die in principe ook lager gesteld had kunnen worden. We hebben zijn leningen aangegaan voor verschillende periodes, zodat we het ook, laat maar zeggen, uitmatchen. Dus ik hoop ook wel dat u gedaan heeft wat u kon. Maar hij is solide genoeg. Hij is solide genoeg om de komende periode, om sowieso de zaken die we nu moeten doen ook op te pakken en niet naar de volgende generatie door te schuiven. En tegelijkertijd financieel voldoende solide te zijn. Ja. Nou, je kan hooguit zeggen de komende periode als de gemeente financiën, we zijn natuurlijk grotendeels afhankelijk van het Rijk, als dat inderdaad anders uitpakt, dat je dus gewoon minder nieuwe dingen kan oppakken. Maar we pakken op dit moment al heel veel op, dat gaf je zelf ook al aan. Maar is het niet zo dat, bijvoorbeeld voor het stationsgebied, zijn grootste plannen, daar is op dit moment geen ruimte om nog meer geld uit te geven aan dat soort projecten voor de volgende coalitie. Dus er zal ander geld moeten komen, want in de gemeente is er geen geld meer om dat soort plannen aan te pakken. Nou, dat geld is er dus, want ik heb bijvoorbeeld, als ik alleen al kijk naar mijn portefeuille, maar dat geldt ook voor andere projecten. Ik heb 17,5 miljoen binnengehaald van rijksgelden. Voor de woningbouw. Voor de woningbouw. Die kunnen dus, en dat geld zit hem ook vaak in bijvoorbeeld verkeersknelpunten. Je wil bijvoorbeeld 30% sociaal, wat dan een bepaalde last geeft op het project. Nou, dus voor woningbouw heeft u dat, maar voor het stationsgebied is dat niet genoeg. Er zal nog geld bij moeten in de toekomst. En dat heeft de gemeente niet.
Nou ja, we krijgen daar ook rijksgelden. En we hebben zelf zijn we al stappen aan, hebben we al gezet om de basis te leggen om daar ook zelf een steentje aan bij te dragen. Dus dat is nou precies waar we mee bezig zijn maar geweest. Maar hoeveel ruimte heeft u nou nog? Want ik heb het ook met andere wethouder van Financiën, Paul Dirks, uw partijgenoot besproken. Ja. En die zegt ook, ja, het is zo dat we voor de komende 4 jaar, voor de komende 8 jaar, minder ruimte hebben om te investeren. Dus, ja, dat ligt er dus aan. Op het moment dat je natuurlijk... Kijk, het Rijk is ook, laat maar zeggen, gaan bewegen. Die heeft nu ook gezegd in het regeerakkoord... dat ze bepaalde opgaven willen aanpakken. Zoals de energietransitie, klimaatadaptatie. Ze hebben natuurlijk met name ook de verduurzaming, maar ook mobiliteit, hè, OV. Ze willen daar ook echt stappen in zetten. En dus dat betekent dat als dat geld inderdaad beschikbaar komt voor gemeenten... en wij inderdaad, en we hebben heel veel plannen... gewoon klip en klaar kunnen voorleggen dat wij al zover zijn... dan kunnen we dus die gelden binnenhalen. En dat geeft dus uiteindelijk de ruimte. Dus u zegt eigenlijk, voor de coalitie van de komende 4 jaar, van de komende 8 jaar... zal met de plannen die er nu liggen de boer op moeten om financiering te regelen bij anderen. En dat doen we al, hè? Ja, dat doen we al. Want maar in dat is anders dan hoe dat de afgelopen in andere colleges gaan. Dat is een nieuwe strategie. Ja, dat hebben we in het begin ook afgesproken. Dat we ook, laat maar zeggen, aan andere tafels gaan plaatsnemen. En daar zijn we ook behoorlijk in geslaagd, kan ik zeggen. Zowel voor de OV-knoop zijn we daar natuurlijk heel hard mee bezig. Maar ook voor de bouwprojecten en allerlei andere projecten. En dat vind ik ook wel echt... Ja, heel mooi om op terug te kijken dat we dus hebben gezorgd dat elke euro die we hebben, dat we gewoon ook hebben geprobeerd om via andere overheidslagen geld binnen te krijgen. Ook voor de provincie die natuurlijk gelden beschikbaar stelt, bijvoorbeeld voor de woningbouw. Ja, maar dat legt dus ook een opdracht aan een nieuwe coalitie. Ja, om daar vooral mee verder te gaan. Als alle gemeentes in Nederland erachter komen dat dat zo goed werkt. Nou ja, maar wij hebben dus wel al die visies liggen. En wij hebben nu... Maar er komen natuurlijk meer gemeentes die ook maar wij hebben op dit... In die zin de zaakjes op orde. Daar hebben wij ook voor D66, als ik dan 12 jaar zijn we nu bezig. En daar mag de kiezer ook op bouwen en vertrouwen. Dat wij gewoon zorgen voor visie, dat we leveren en uitvoeren. Dat we weliswaar zijn de lasten enigszins verhoogd. Maar we hebben precies aangegeven wat we zouden doen. En het gaat wel echt daadwerkelijk om de stad en om die opgave nu op te pakken en aan te pakken. U was ook wethouder, of u bent wethouder, van de participatie. Want u bent de bouwproject en daar komt altijd participatie bij kijken. Nou ja, de Ashley Noord is natuurlijk de algemene participatie. Aan de lat voor de uitvoering, klopt. Als het erop aankomt, dan staat u daar. En u zei in het begin van die periode ook, ik wil dat beter gaan doen. Participatie, samen maken we de stad als de titel van het beleidsakkoord. Is dat gelukt? Ik denk, en daarom zei ik hem ook al eventjes in de inleiding, dat we daar heel hard mee bezig zijn geweest. Ik zeg ook altijd, als je participatie doet, hoe meer participatie je doet, hoe meer participatie en reacties het weer oplevert. Ik denk dat we echt allerlei varianten hebben gedaan. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelperspectieven, we zijn in Zuidwest begonnen. Daar gingen we met de bakfiets langs, daar hadden we huiskamergesprekken. Ik heb geflyerd op het 5 meiplein. In die zin zijn we echt knetterhard bezig geweest. Ook de bouwprojecten zelf is er echt wel flink geparticipeerd. Ik denk bijvoorbeeld de Energiepark, de Kopermolen. Dat is eigenlijk echt wel een succesnummer. Zeker het Energiepark. Daar kijk ik echt wel met heel veel trots op terug. Ik zie natuurlijk wel in dat in bepaalde trajecten er ook groepen zijn die zeggen... ja, wij zijn het er niet mee eens. Wij zijn onvoldoende bereikt. En ik denk dat dat sowieso een lerend proces met elkaar is. En ik zie wel in voor de komende periode dat we bijvoorbeeld... D66 geeft dat ook aan en probeer dat in het kader van de energietransitie. Want ik ga ook over de energietransitie ook te doen. Bijvoorbeeld met burgerpanels te werken, nog meer met mee.nl te werken. Ik probeer alle stukken die we hebben bijvoorbeeld ook van de energietransitie... de rapporten online te zetten, zodat mensen daar snel bij kunnen. Dat is even aan de ene kant. En aan de andere kant vind ik het juist heel belangrijk. En daar ligt echt wel een taak. Hoe bereiken we de mensen die moeilijk bijvoorbeeld kunnen lezen en schrijven? Hoe zorg je voor inclusieve participatie? Nou ja, en dan zie je wel dat corona heeft wel gewoon 2 jaar corona. En dat raakt mij ook. Dan zie je wel dat je echt groepen gewoon minder hebt gezien. Dat je echt wel... Ja, die fysieke nabijheid is ook belangrijk en zeker om bepaalde groepen te bereiken. En ook de zwijgende meerderheid moeten we daarin meenemen. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die zich gewoon niet uitspreken, want die zeggen regel het gewoon. Jullie zitten daar toch in de politiek. En ik heb zelf ook zo'n fase meegemaakt toen ik jonge kinderen had, hard aan het werken was en dacht regel het. Ja.
U kwam aan bod in een publicatie van Vrij Nederland onlangs en daar ging het over de term netwerkcorruptie. En ik werd getriggerd toen ik dit voorbereidde en ik vroeg me af, kunt u zich voldoende verplaatsen, want dat was eigenlijk kritiek die uit dat artikel sprak, in mensen die echt anders denken dan u, die echt andere overtuigingen hebben als het bijvoorbeeld om hoogbouw gaat in de stad. Ik vertrouw erop en ik geloof dat u daar alles aan doet om het zo goed en zo mooi mogelijk te maken. Maar kunt u zich vanuit uzelf voldoende verplaatsen in wat andere mensen vinden die er echt anders over denken? Of denkt u als een projectontwikkelaar? Nou, ik zou je zeggen dat ik ben in de kooi geboren. Bij mijn opa en oma in een slaapkamertje omdat er enorm veel woningnood was. Ik was de eerste die ging studeren. Ik heb altijd alles op eigen kracht moeten doen. Ik heb daarna inderdaad ook in de advocatuur natuurlijk een baan gehad. Dat heb ik allemaal op eigen kracht moeten doen. Ik heb nooit, laat maar zeggen, een netwerk gehad. Ik herken mij dus ook helemaal niet in het Vrij Nederland artikel. En als er één iemand is die zich kan verplaatsen in anderen, dan ben ik het wel. Ik heb zoveel gezien om me heen. Maar waar ik ook voor sta, is keuzes maken op een gegeven moment. Omdat wij gewoon dagelijks bezig zijn met alles. We halen heel veel op. En ik sta ook voor dat algemene belang. Mm-hmm. En ik sta ook voor die zwijgende meerderheid. Ik sta ook voor die woningzoekende die al heel lang hier een woning zoekt. Dus ja, en dat soms over kan komen als ze gaat door op de lijn. Dat klopt. Op het moment dat ik echt een heel proces heb doorlopen en met veel mensen heb gesproken. En met mij natuurlijk het hele ambtelijke apparaat. Ja, dan heb ik op een gegeven moment, dan gaan we wel, en daar kan iedereen op rekenen, de kiezer dus ook. Ja, dan ga ik gewoon wel aan de slag. Ja. Want die woningen moeten er komen. We doen het voor de woningnood. En dat doen we zo goed mogelijk. Raakt die kritiek u ook? Nee, dat wordt er niet in gezegd. Maar wel dat je zelf de vraag aan mij stelt van kan je je verplaatsen in? Dat is een hele persoonlijke vraag en daar reageer ik ook persoonlijk op. Ja, dat is ook juist vanwege het feit dat ik zo'n achtergrond heb en zelf heel veel heb gezien al die jaren. En ik nu wel hier zit. Ja, maar met mijn hele bagage en mijn hele rugzak vol met ervaring, meningen en dit is nou precies waarom ik ook in de politiek zit. Ja. Met mensen praten. Dit is het leukste werk wat er is. En dat heb ik ook wel min of meer gemist in de coronatijd. Waar je wel op andere manier dat hebt gedaan. Maar ja, dat directe contact fysiek. Maar ik ben natuurlijk niet de enige die dat in de stad zegt. Er zijn zeker bij, als het om Lied ging of om andere grotere gebouwprojecten, zeiden mensen, ja, we hebben hier een projectontwikkelaar als wethouder. Daar herken ik mezelf helemaal niet in. Want mijn achtergrond is dus ook helemaal niet zo. Maar wat ik wel herken is dat mensen op een gegeven moment zeggen, ja, zij gaat wel gewoon dat bouwplan realiseren. Dat, hè, als we zo'n heel traject hebben gehad, ja, kunnen mensen op mij vertrouwen en bouwen. Dan gaan we op een gegeven moment wel wat neerzetten. Ik ben niet iemand die keuzes uit de weg gaat. En dat daar staat D66 ook voor. Ja. De tijd gaat snel. Gisteren zat hier Rembrandt Roaan van GroenLinks. En die heeft ook een vraag voor u. En die wil ik graag aan u voorleggen. Even kijken. Ik zou wel van Fleur willen horen. We bouwen echt flink bij. Fleur is bouwwethouder. Maar dat kun je alleen maar doen als je de omgeving daar omheen groen maakt. Als je de daken groen maakt. Als je echt groen flink toevoegt. Want die stad moet klimaatadaptief en biodivers. Dus is D66 bereid om samen met GroenLinks veel meer geld te gaan investeren de komende periode in groen dan dat er nu al is gebeurd de afgelopen 4 jaar. Bent u daartoe bereid? Nou, ik denk wij hebben eigenlijk een perfect geregeld deze periode om te werken aan onze duurzaamheidsopgave. We hadden 3 miljoen vrijgemaakt. Dat hebben we dus uiteindelijk ingezet om nog meer geld te genereren. Wat ik net zei, via rijkssubsidies, provinciale subsidies. En we hebben daar eigenlijk een soort vrije bewegingsruimte in. Er is al veel belegd, maar we kunnen echt nog kijken voor de komende periode hoe we die verdeling doen. Kijk, D66 wil heel graag bijvoorbeeld dat het Geuzenpark wordt gerealiseerd. Een soort singlepark XL. Dan ga je dus de bestaande parken die we aan de buitenring van Leiden hebben, ga je aan elkaar koppelen. Daar zitten ook bedrijfterreinen bij. En ik weet dat ondernemers ook echt interesse hebben om juist ook qua duurzaamheid met en levensbestendigheid met die bedrijfterreinen aan de slag te gaan. En ik zou zeggen, laten we samen met al die partijen kijken wat er mogelijk is. Het hoeft helemaal niet te zijn dat wij 1-op-1 zelf alles moeten gaan doen. Maar vooral ook samen met partijen, net zoals het Singelpark destijds is aangepakt, om dat groen te realiseren.
En per bouwproject zal ik ervoor zorgen, en dat doe ik nu al, dat het natuurlijk zo groen en duurzaam mogelijk is. En u zegt, we hoeven dat niet zelf zomaar te betalen, maar de vraag van GroenLinks ook, wilt u daar nog extra geld aan uitgeven of hebben we nu al even genoeg geld uitgegeven? Nou, ik denk dat wij een hele goede basis hebben gecreëerd met elkaar en dat we steeds per opgave moeten kijken hoe we daarmee omgaan. En ik denk met zo'n geuzenpark dat we een hele goede stap kunnen zetten voor de komende periode om het nog groener te maken. En ja, ik zou dat fantastisch vinden. U zit boordevol plannen. Dank u wel voor dit gesprek. Dit was ook het laatste gesprek meteen in deze serie. Afrekenen met 4 jaar gemeentepolitiek. Want morgen dan gaan de stembussen open. Tot woensdag is het mogelijk om te stemmen. Bijvoorbeeld op Fleur Spijker van D66. Of op een van de andere 11 lijsttrekkers die ik de afgelopen 2 weken aan tafel had. U kunt dit programma nog terugkijken natuurlijk. Net als alle andere afleveringen. Dan gaat u naar sleutelstad.nl. De stembussen zijn woensdag tot 9 uur geopend. Ga naar die stembussen en maak een keuze. Dank voor het kijken.